We hebben nog één en ik kan je verklappen dat hij geen gedicht gaat voordragen. Het is een hij. Dansje doen? Nou, dat sluit ik niet ook helemaal niet uit. Ik weet het nooit. De laatste. Ja. Dag Wilfried. Dag lieverd. Ga zitten. Nou, eigenlijk wilde ik wel een gedicht voordragen, Sinterklaasgedicht, maar dat lag heel gevoelig, dacht ik. Dus laat ik dat maar niet doen. Je krijgt trouwens de hartelijke groeten van Johan Derksen. En dat meende hij ook nog. Is Johan Derksen een racist? Dat moet je aan Johan Derksen vragen. Nee, dat vraag ik aan jou. Ik weet het niet. Ik ken hem niet goed genoeg. Nou, je hebt een brief aan hem geschreven laatst. En daarin zei je dat je via via vernomen had dat hij zijn gecultiveerde racisme weer eens had gebotvierd. Ja. Dus je vindt hem een racist. Nou, ik vind in ieder geval dat hij zich bij tijd en wijle racistisch uit, ja. Ja, en daarin zei je ook mensen die hij doorgaans als apen placht aan te spreken. Daarmee zeg je dat hij een racist is. Toch? Daarmee zeg ik dat hij mensen regelmatig als apen placht aan te spreken. Maar Nee, want je had het helemaal niet gezien, begreep ik. Je had in je brief ook geschreven, ik heb via via vernomen dat je iets hebt gezegd. En toen heb ik het even teruggekeken. Maar waarom schrijf je een brief waarin je zegt dat je via via had vernomen? Omdat ik het via via had vernomen. Ja, en jij zegt dus dat hij geen racist of wel een racist is. Het maakt me helemaal niet uit of hij racist is. Weet je wat het is? Nou? Iedereen heeft recht op zijn racist zijn. Iedereen mag een racist zijn. Net zo goed als dat wanneer ik over straat loop en er een man voorbij loopt en die man denkt bij zichzelf, zo, dat is een lekker wijf, daar moet een piemel in. Dat mag hij denken. Wat hij vervolgens niet mag doen, is daarnaar handelen. Ja, lekker, dankjewel. Wat hij vervolgens niet mag doen, is daarnaar handelen. En dan ben ik verder niet zo geïnteresseerd in het etiketje wat daar dan vervolgens wel of niet opgeplakt moet worden. Maar ik vind het gedrag heel interessant, fascinerend en boeiend. Maar toen je terugkreeg, vond je hem een racist? Op dat moment? Ik vond dus... Die opmerking? Dat vond ik zeker een racistische opmerking. Je geloofde niet dat het een slip of the tongue was? Het had een slip of the tongue kunnen zijn, ware het niet dat hij zo ontzettend veel moeite deed om ook jou te corrigeren toen jij suggereerde dat het misschien een slip... Ja. Dankjewel. Dat het misschien een slip of the tongue was, toen ging hij out of his way om nog eens te benadrukken dat ik in ieder geval niet op een pauw lijk. En dus wel iets meer op een aap. Iedereen mag een racist zijn. Natuurlijk. Oké. Ik had eigenlijk voorgenomen om een beetje in te houden, maar ik merkte dat je al zo hard aangepakt was daarnet, dat ik dacht bij mezelf van, moet het misschien iets spannender maken. Vind je jezelf irritant? Soms. Wanneer? Nou ja, als ik thuis loop te mekkeren over dingen die misschien helemaal niet belangrijk zijn, of in plaats van dat ik tegen mijn geliefde zeg, dankjewel dat je de was hebt gedaan, zeg ik niet, zeg ik bijvoorbeeld, maar waarom heb je het niet opgevouwen? Dat vind ik wel heel irritant. Dat is irritant inderdaad, ja. Vind je jezelf in de media wel eens irritant? Als je vraagt of ik kan voorstellen of andere mensen mij irritant vinden, ja zeker. Ja. Ja. Waarom dan? Ja, weet je, je moet mij niet vragen naar wat andere mensen denken en voelen. Dat moet je aan die mensen vragen. Nee, kijk, het grappige is, van de week er is een soort analyse van jou gemaakt over waarom allemaal mensen... Ik vond het wel grappig, het werd echt iedereen deed het, hè? Waar mensen jou zo irritant vonden. Je zou pedant zijn, je zou te gracieus zijn, je zou te uitgesproken zijn. Je bent donker, je bent een vrouw, je spreekt over onderwerpen die gevoelig zijn. In hoeverre kon je je daarin herkennen toen je dat las? Nou ja, ik vind mezelf niet irritant omdat ik donker ben, omdat ik gracieus ben, omdat ik intelligent ben, omdat ik een vrouw ben en dat soort dingen. Dus ja, ik heb weinig met dat soort analyses. Ik vind het wel interessant om te zien dat we in Nederland een aantal opiniemakers, journalisten, mensen heel druk bezig zijn met mij. Terwijl het allemaal niet over mij gaat. Het heeft zo weinig met mij te maken. Hoezo dan? Nou ja, wat ik vermoed is dat het voor een hele grote groep mensen makkelijk is om een symbool aan te wijzen. Want als we dan met z'n allen op dat symbool concentreren, hoeven we het niet over het grote geheel te hebben. Denk je dat dat de reden is? Dankjewel. Maar als er dus zichzelf serieus nemende journalisten zijn die durven op te schrijven dat het allemaal ligt aan het feit dat mijn sleutelbeenderen zo mooi uit mijn schouders steken, dan vraag ik me echt af waarom jij nu aan mij vraagt wat ik daar nou mee moet. Ik denk dat je er heel veel mee zou kunnen. Ik denk namelijk dat wat jij zegt een hele goede boodschap is. En ik kan hem ook heel goed begrijpen. Ik denk alleen de manier waarop je hem uitdraagt, dat hij nogal onhandig is zo nu en dan. Dat is mijn indruk ervan. Hoe draag jij hem uit, deze boodschap? Ik draag hem net zo onhandig uit als jij. Ik ben namelijk pedant en irritant en ik weet dat van mezelf. En ik weet dat ik soms echt heel irritant over kan komen op mensen.
En ik kies er heel bewust voor, omdat ik weet dat dat mijn stijl is. En ik begrijp dus ook dat daarom zoveel mensen zo op mij reageren. Dat ze me lul vinden, een eikel vinden, noem het allemaal maar. Daar heb ik vrede mee, dat begrijp ik heel goed. Wat ik bij jou niet helemaal begrijp, is dat je zo'n goede boodschap vaak zo sterk uitdrukt, waardoor je... Je zei het heel mooi aan het begin hier. Je zei heel iets moois. Je zei van, ik probeer zo goed mogelijk mijn verhaal te vertellen en zo weinig mensen mogelijk te kwetsen. Maar dat lukt je niet altijd, omdat je zo uitgesproken bent. Heb je niet het gevoel dat je je stijl iets zou moeten aanpassen? Zodat jij je beter kunt voelen? Nee, en mensen niet dat ik me beter voelen. Voel, dat de boodschap beter overkomt. Ik ben ervan overtuigd dat we in Nederland te maken hebben met een grote groep mensen die helemaal niet geïnteresseerd is in de boodschap. Die zal ik echt werkelijk nooit bereiken. Er is een hele grote groep mensen die, net als jij, vindt dat ik wel mag zeggen wat ik zeg, maar dan wel op een manier die prettig is voor de ontvanger. Ik zeg niet dat je dat zo moet zeggen. Weet je wat ik zo grappig vind? Ik word nou voor de derde keer geïnterviewd. Ik moet ontzettend mijn best doen om zelf ook eens nog iets te zeggen. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Je stelt me een vraag, ik geef je antwoord en dan ga je... De conclusie niet klopt. Ik probeer duidelijk te maken dat als je de boodschap anders zou brengen, dat die beter aan zou komen. Bij jou. Er zijn heel veel mensen, Harriet Duurvoort is er één van, die mij heel goed verstaan. Ja, maar Sylvana, ook op deze manier. Ik wacht, ja, ga door. Punt. Oh, dat is een punt. Maar het feit dat er blogs, bladen, televisieprogramma's worden gewijd aan het feit dat zoveel mensen jou irritant vinden. Wij zaten samen laatst bij Pauw. En toen vertelde jij een verhaal over dat je op een markt liep in Amsterdam-Noord. En dat een man of een vrouw jou in de armen viel over jouw boodschap en hoe blij je daarmee was en hoe goed je deed. Ik zat diezelfde avond in een tent met studenten. 200 of 300 studenten van de school voor journalistiek die vroegen over mijn werk, wat ik deed. En toen vertelde ik uiteindelijk, ga zo meteen de Pauw toe en ik zit zo meteen met Sylvana. En ik hoop dat het een beetje losloopt, want ik heb er niet zoveel zin in, want waarschijnlijk gaan we weer zo'n discussie krijgen. En toen kreeg ik een staande ovatie. Toen stond ik na afloop te praten met die jongens. Ik zei, waarom reageerde die nou zo? En toen zeiden ze eigenlijk bijna en masse, omdat ze zo irritant is. En het lastige eraan vond ik, want ik ging erop in, en toen zei ik, hoe zit het dan met die boodschappen? Toen zeiden sommige mensen, ja, betwijfelen soms zelfs aan de boodschap, want doet ze het nou voor zichzelf of doet ze het nou om de boodschap? Kun je dat voorstellen? Ja. Dat mensen dat voelen zo? Ja. Maar heeft dat niet voor jou een reden om, als je je boodschap zo goed wil overbrengen als jij dat wil, om er iets mee te doen? Kijk, in tegenstelling tot jou, jij vertelde net dat jouw attitude een kunstje is waar je Het is een keuze. Het is een keuze om iets te bewerkstelligen. Waar je bewust gebruik van maakt. In tegenstelling tot jou doe ik dat niet. Ik ben mezelf, ik ben oprecht in wie ik ben. En het valt me op dat een van de meest gehoorde verwijten is arrogant, zelfverzekerd, noem het allemaal maar op. Dat zijn geen eigenschappen waarvan ik nou denk van die moet ik eens achterwege laten, zodat de ontvanger zich beter gaat voelen. Maar je wilt de toch derde toon maakt de muziek. De derde groep mensen die ik net wilde benoemen voordat je mij in de reden viel, is de groep mensen die open staat voor de boodschap. Zelfs als die niet altijd gebracht wordt in een vorm zoals we die gewend zijn. Hè? Een van de meest gehoorde kritieken die ik krijg is bijvoorbeeld, maar je lacht nooit. Nou, ik lach heel vaak, heel veel. Maar zie je het niet? Maar dat zal ongetwijfeld niet altijd opvallen. En dan vraag ik me werkelijk af of we, als we praten over iets dat zo serieus is en zo'n tumor in onze samenleving als racisme, seksisme, discriminatie, ongelijkheid, onrechtvaardigheid en dergelijke, of we ons dan moeten gaan concentreren of degene die daarover praat, die dat debat zeker niet aanzwengelt, want ik ben zeker niet de eerste, maar in ieder geval degene die dat debat actief voert, of die wel genoeg glimlacht. Maar iemand die zo lang in de media heeft gewerkt en zo goed weet hoe je een boodschap moet brengen door allerlei programma's op RTL 4 en andere zenders, dan weet je van de boodschap? Ik vind je boodschap heel goed, dat zeg ik net tegen. Dan zijn we er toch? Nee, want hij komt niet over. Bij jou wel? Hij komt bij mij ook irritant over. Omdat ik op een gegeven moment maar wat vind je van de boodschap? De boodschap op zich is goed, maar dan ik zeg tegen jou... Dan zijn we er toch? Nee, dan zijn we er niet. Want ik zou willen dat die boodschap beter over zou komen, wat er nu gebeurt. Ga jij mij nou... Dit vind ik een mooie... De polarisering neemt alleen maar toe. Ik vraag jou nu bij deze, oprecht. Omdat jij het kan weten, omdat jij een witte man bent die getrouwd precies... is met een Persische vrouw. En disclaimer. Die vervolgens... Oh, okay. die ga jij mij nou vertellen, alsjeblieft, hoe jij vindt dat ik deze boodschap zou moeten brengen. Hoe zou het voor jou prettig zijn? We vergeten even de mensen. Ik ga gewoon door, hoor. Even de mensen die tegen mij zeggen, Sylvana, fantastisch dat jij op deze manier de boodschap brengt. Die vergeten we even. Maar we gaan even naar jou. Hoe zou jij het fijn vinden, Wilfred? Zo niet. Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag hoe wel. Door dit toontje achterwege te laten
en normale kanten van jezelf te laten zien en gewoon warm en aardig te zijn. Maar wat je nu warm, doet... warm, aardig. Je doet pedant nu. En je doet eigenlijk precies wat ik ook altijd doe. Alleen jij gebruikt pedant. Dus omdat... Nee, maar je doet het omdat jij het dus klaarblijkelijk wil zijn. En ik doe het omdat ik denk dat het functioneel is. Omdat je dan uiteindelijk iets kan bewerkstelligen. Dus maar jij hebt een betere reden om pedant te zijn dan ik? Wat zeg je? Jij hebt een betere reden om pedant te zijn dan ik? Ik werk in een entertainmentindustrie waarbij ik weet hoe het werkt om iets los te krijgen. Jij wil een boodschap overbrengen waarvan ik denk dat die heel goed is, maar dat die heel vaak doodslaat door de manier waarop je hem communiceert. En dit is, dit is jouw oprechte poging om mij van liefdevol advies te voorzien? Het is een vraag die ik je stel om je erbij iets te laten zien van waarom ik wil weten waarom je het doet en op deze manier. Ja. Want daar ben ik echt nog steeds heel benieuwd naar, want daar ben ik nog niet helemaal achter volgens mij. Het vervelende is dat als ik je het antwoord geef, namelijk ik ben Sylvana, dit is wie ik ben, dit is hoe ik praat, dit is wat ik doe.